die uitstraling van het verein is weer iets positiever. En wichtig is ook, denk ik, voor die spelers dat we die fans ook weer overtuigen. Wanneer iemand negatief is, dat ziet man aan het einde, ziet man dat op een plaats. Of dat een speler is, of een pressesprecher, of een zeugwart. Aan het einde ziet man dat terug en dat accepteer ik niet. We zijn geen kleine kinderen en mannen en we moeten einfach daar gas geven. En ik denk dat we met de nieuwe trainer, met de nieuwe filosofie ook gegen Stuttgart gewinnen kunnen en ook schönes voetbal spelen kunnen. En, ja, dat vertrouwen is op jeden Fall daar. Dat is het eerste maal hier in dit schöne stadion. Wichtig voor mij, wat veel wichtiger voor mij is, dat we jeden dag arbeiten om die Mannschaft weiter te brengen, dat we ons verbessern. En daar hat man nie een garantie, maar wenn man jeden dag zeer goed arbeitet, dan ben ik volle overtuiging dat mir dat gelingt. Ja, we moeten nog veel beter werden om onze punten te halen. En ik denk dat het nu goed is voor het vertrouwen dat we jetzt in de laatste twee spelen 4 punten geholt hebben. So, ja. Auch für Sonntag zum Beispiel wieder zu Hause ein gutes Spiel abzuliefern, auch für die Fans und für die ganze Verein, das wäre super.